Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de slag op de Mokerheide plaatsvond. In het natuurgebied tussen Mook en Nijmegen raakte het Spaanse leger in conflict met de opstandige Nederlandse provinciën. Afgelopen weekend werd hier in Mook uitgebreid bij stilgestaan met op zaterdag een middeleeuws ambachtenmarkt, demonstraties en ceremonies door basisschoolleerlingen uit de omgeving. 450 jaar geleden kwamen de Spanjaarden en de huurlingen hier elkaar tegen in Mook. En dat wordt nu nagespeeld door de leerlingen van de basisscholen hier in de gemeente Mook en Middelaar. Vanuit de dorpen Middelaar en Molenhoek lopen ze elkaar tegemoet en ontmoeten ze elkaar hier in Mook. Ja, oh, goed zo. Prima. En geef elkaar een hand om vriendschap te sluiten. Ja, ik vond het gewoon superleuk. En ja, bij zwaar, ik vond het niet zo zwaar, nee. Ja, het was wel echt heel gaaf om mee te doen, ja. En de vlaggen waren wel soms een beetje zwaar, want je kreeg soms een lamme arm. Heel erg zwaar, vooral als je het op slippers doet, want dat was niet zo slim. Ik had al pijn aan mijn benen, maar nu heb ik wel meer pijn. Leuk. Ja? Heel leuk. Was het een beetje zwaar? Een beetje. Het thema dat centraal staat tijdens de feestelijke herdenking is ontmoeten en begroeten. Door de kinderen erbij te betrekken, leren ze over de geschiedenis van de slag op de Mokerheide. We willen graag dat het een echt kinderfeest is. Hè. Het is de bedoeling dat waar de slag op de Mokerheide als historisch moment een beetje wegvalt uit de herinnering van een heleboel mensen. We willen dat de jeugd dat weer weet, dat we hier een belangrijke veldslag hebben gehad. Dat ze zich dat beseffen voor hun hele leven en dus ook voor toekomstige generaties. In 1574 en de Spaanse gingen tegen de Hollanders verder. Wij, de huurlingen, waren heel moe en toen konden de Spanjaarden heel erg makkelijk aanvallen. Door alle conflicten in de wereld op dit moment heeft de organisatie ervoor gekozen om het gevecht niet na te spelen. In plaats daarvan schudden de leerlingen elkaar de hand. Dus in die zin hebben we het belangrijk gevonden om dat te benadrukken. Geen gevecht, geen veldslag naspelen, vriendschap sluiten en handen schudden. Kijk.